Op het terrein graven we een aantal poelen. En die poelen die zorgen ervoor dat er juist lekker veel biodiversiteit op het terrein komt. Zo zijn we hier een flauwe oever aan het uitgraven. Zodat bijvoorbeeld libellen en amfibieën daar lekker op kunnen gaan chillen. Die is op het zuiden gericht. Dus die kunnen daar dan lekker opwarmen en daarna uitvliegen of verder gaan lopen. Dus zo'n flauwe oever die zorgt ervoor dat er eigenlijk weer een nieuw microklimaat ontstaat. Waardoor er weer meer biodiversiteit ontstaat. En hoe meer biodiversiteit, hoe meer veerkracht er in het ecosysteem is. En hoe meer veerkracht in het ecosysteem, hoe minder wij hoeven te doen, want dan doet de natuur het. Hoe meer schakels in het ecosysteem, hoe meer diversiteit, hoe meer veerkracht. Ja, en dan is zo'n graafmachine wel heel erg handig. In ons team, dat is Frank de Boer, die heeft, Frank Verlinschoten de Boer, die heeft een graafmachine. Dus het is hartstikke handig dat hij die hier in kan zetten. Zorg er bij het graven voor dat je de eerste toplaag weghaalt van de plek waar je het zand gaat neerleggen. Zorg er ook voor dat je het zand eigenlijk zo dicht mogelijk het liefst bij de plek laat van waar je het hebt weggegraven. Want anders moet je al dat zand nog een keer gaan verplaatsen. Dus zo min mogelijk over je terrein heen gaan rijden. Dus haal eerst de toplaag ervan af. Ga dan het witte zand op het witte zand leggen. En daarna vul je de toplaag weer aan met zwarte grond. Dat is natuurlijk wel belangrijk op het moment dat je gaat graven. Nou, je ziet al, de sloot krijgt hier meer ruimte. Dus het wordt een soort van klein vennetje, zeg maar, een vijver. En dan komt er dus een hele flauwe oever, wordt er nu aangelegd. Je kunt je voorstellen dat het ook werkzaamheden zijn die je niet meer kunt doen op het moment dat het hele project is aangelegd. Dus dit hoort echt bij de basis.